Hey kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe episode van Zoeter de Dorpshoe. En ja, vandaag gaan wij een ja, rif maken. Ik wil dat eigenlijk al sinds aflevering 1 doen, maar ik ben er niet aan gekomen. Maar ja, vandaag gaan wij het dus doen. En in dat rif komen verschillende haaien en vissen en. Ik weet het ook helemaal niet. Maar goed, laten we maar eens even uh, de zoo gaan opstarten. En uh, ja, de uh, zoo komt alsmaar dichter bij zijn einde. Want, uh, wel, ik denk dat deze week de hele uh, Zoo serie wel af gaat lopen. Ik weet niet wanneer we een uh, ja, nieuw seizoen gaan doen. Dat moeten we maar eens een keer gaan kijken. Ik weet dat jullie het allemaal heel graag willen. Maar uh, ik wil hierna uh, Leegstals 3 gaan doen. Dus daar kijk ik echt enorm naar uit. Hopelijk jullie ook. En maar, misschien gaan we daarna wel een nieuwe Durrup Zoo doen. Ik weet het niet. Maar uh, dan heb ik wel iets heel leuks voor jullie in de ik ga proberen of we het. Uh, ja, in een soort van Jurassic Park-achtig iets kunnen namaken. Misschien met mods of zo. Of met extra dieren. Ik weet het allemaal niet. Maar goed, eens even kijken. We moeten eerst maar eens verder gaan met uh, dit riff hier. Zo, oh, mijn god, wat is dit nou? Oké, okay, zo. Uh, oh, wat is dit nou? Hè? What the fuck? Oké, okay, right. Goed. Oh, my god. Oké, okay, zo. So. Oké, okay, dan. Wel, rif dus. Oké, okay, nou, dan gaan we maar eens even kijken. Uh, Marine Mania. Oké, okay, dat is dit. Oké, okay, Marine Mania. Goed, eens even kijken. Hoe groot is dit in verhouding met bijvoorbeeld een walvishaai? Uh, uh, Oeh, best wel redelijk. Oké, okay, eens even kijken. Even kijken. Ik wil sowieso walvishaai erin. Oké, okay, dit is zeebodem. Even kijken. Dit is. Ja, rif. Oké, okay, we gaan gewoon maar eens rif doen. Hebben we rif? Rif, ja, rif. Ja, het zijn alleen maar deze twee. Dat is een beetje weinig, vind ik. Hij is weer. Wat? Hè? Huh? Wat is dat nou? ja yes. stomme sneeuw weer. Eens even kijken, ik wil naar mijn rif toe, oké. Okay. Oké, okay, dit verblijf is groter dan het rif, maar goed, dat maakt niet uit. Oké, okay, eh... Uh... Nou, ik wil sowieso. Ja ja wel dat kan er volgens mij allemaal wel bij je nou goed in ieder geval uh, riff dus oké okay, boom riff prima uh, du, 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 du. oké okay, dan moeten we even eerst het decor hebben want hier gaat zo'n heel mooi oud schiepsvrak in dat lijkt mij wel, wel heel stoer kijk zo en dan hebben we nog een uh, kan, nee die kan niet onder water loggers dan doen we nog zo'n mooi kanon erbij zo Want een kanon die die is gesneuveld en dan nog zo'n mooie mast erbij die doen we dan hier of zo en een schatkist, die zetten we dan daar Oké, okay, dan moeten we even stenen hebben. Oké, okay, stenen. Stenen voor het riff. Oké. Okay. Steen, 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 steen. Oké, okay, dan. Tot was al best wel, uh, wel mooi. Oké, okay, kom ik allemaal planten in en zo. Dus uh, dit is niet het enige. Oké dan, planten. Kijk, dit brengt het hele rif pas echt tot leven. En het wordt geweldig, weer donker. Halleluja. Ik heb de op zo wel gemist toen ik op vakantie was. Ik wel eigenlijk wel heel graag zoetheid doen. Maar ik had alleen maar rollercoaster bij me en dat kan ik niet. Dus geen idee waarom ik het heb meegenomen. Maar ik had het meegenomen. Maar ik zuigde erin, dus ja. Zeelieden kan allemaal bij. Of van dit mooie. Wat is het? Tafelkoraal of zo. Ik snap ook niet waarom kan dat nou weer niet allemaal dan. Verschillende kutplanten, serieus. Oké, okay, goed. Right, nou, vis voor de high beast. Oké. Okay. Het kan nergens. Je kan nergens voedsel plaatsen. Oké, okay, hier dan wat. Dan doen we wat van die aasvis of zo. Leggen we zo'n een karkas op de bodem neer. Denk ik. Oké, okay, daarin, Daarin. Van die kunstmatige riff shit. Oké. Okay, uh, nou, dan kan die haai erin, denk ik. Ho! Ho, dat kan nog lang niet. Goed. Uh, kan ik het nou helemaal weer opnieuw gaan doen? Oh, geweldig. Oké, okay, zo. Oké, okay, nou, dit beest dat leeft kennelijk alleen maar hiervan. Vindt hij alleen maar lekker. beest heeft niet echt een grote voedselkeuze. Nou, in ieder geval. Uh, dat... En dat. Oké. Okay. Speelgoed. Wat voor speelgoed vind je leuk? Vind je dit. Dit is toch geen speelgoed meer? Dit is decor. Volgens mij vindt die dit ook alleen maar leuk hoor. Ik weet niet. Nee, die vindt wel meer leuk. Oh, dit vindt hij ook leuk. Oké, okay, doen we dat ook. En wat. Uh, Polkabeljauw. Oké. Okay. Nou moeten we nog eventjes uh, de laatste finishing touches doen. Dat doen we door middel van een waterfilter. Plaatsen we hier zo. Uh, ja, daar. Watervelden. Dan moeten we nog even een ingang hebben. Personeels ingang. Uh, ja, oké. Okay, wat zullen we die doen? Gewoon hierheen. Daarheen. Jollo Polo Cats. Oké. Okay. Nou, uh, nu kan het beest er in principe in. Even kijken. Uh, vrouwtjesdier. Manetjesdier. Vrouwtjesdier. Manetjesdier. Uh, zo. dan gaan we eens even zo'n walvishaardenbeen pleuren. Eh, uh, yo. oké, okay. Behalve perfect, perfecte mond Zo, so, wat zullen we nog meer bij doen? Hm, oh ja, yeah. deze. Zijn ook leuk, Och die wafershaai moet ik natuurlijk ook wel eten hebben natuurlijk. Oh, dat hebben ze wel, oké, okay. uh, dit beest moet ook nog vreten. Ja, dat komt allemaal goed, stom ding, hou je bek dan nou, maar. Echt, Er is één ding waar ik zo simpel van wat in zoeteiko. Dat is het geschreeuw van die verzorgers de hele dag. Om simpel van te worden. Oké, okay, nou gaan we dit maar doen. We gaan voor verzorgers spelen. Kom verzorgers. Waarom ga ik dit zelf doen? Kijk, hebben wij een tekort aan verzorgers. Wel, dat gaan wij oplossen. Dat doen wij zo. Halleluja. Een neusel. Oké, okay, nou moeten we nog eventjes um, deze donatiebox samen plaatsen en zo. Reus van gratis 6 ik voorplanten. planten? Wel, doe je reus 6 My okay, God. Oké, okay. goed zo. Oké. Oké. Oké, okay, er zitten veel dieren in, dus ik moet ook veel van die donatiezooi plaatsen allemaal. Mensen moeten mijn dieren... Mijn, mensen moeten aan mijn dieren gaan doneren. Want dan, 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 dat beveel ik gewoon. Oké. Okay. Uh, is dan heel leuk en aardig, maar ik wil nu gewoon alles, want anders kan ik niet de vegenkijker pakken. Oké. Okay. Ik doe dit zo, zodat mensen een, een punt hebben waar ze kunnen kijken. Want aan deze kant kunnen ze niet kijken, want daar is het alles al vol. Dus ja. Verzorger kubbels kan dierenuitwerpselen of dino-uitwerpselen niet bereiken. Nou, wat doe je dan moeilijk. Je gaat gewoon de deur in en dan veeg je die rotzooi op. Geneuzel. Ik wil nu graag kijken hoe het bij mijn uh, beesten hier is. Oh, wacht. Ik wil hier een fonteintje plaatsen. Kan dat? Dat wil ik al heel lang. Sinds het begin der tijden, even kijken, eh, uh, kan ik een leuke fontein opblazen? Leeuwfontein. Fuck het, staat vast wel leuk, gaan we wel eens even kijken of het leuk staat. Oh, wauw, het staat best wel, best wel geinig eigenlijk. Dan een leeuwfontein. Oh, Mooi. ga even naar binnen toe. ja, bezoekers vinden met diertuin geweldig. Ja, dat weet ik, want ik heb hem gebouwd. Oei, je kunt meer rijden op zo'n beest, hè. Nou, Hup ga eens duiken, jij stom ding. Jee, Hallo, waarom ga je niet duiken? Het is inderdaad aan, stom ding. Nou, donder dan maar net op. Oeh, kijk eens. Oeh, Mantaroch. Kun je ook op meer rijden? Oh nee, kun je wassen. Oeh, half is hij. De beesten slurpen je in één keer op. Ik denk, ik denk soms wel eens bij mezelf, als de mensen zeg maar, bij die beesten weet je, die walvis zijn, want dat doen sommige mensen, hè. En die beesten die openen die grote pek dan, dan, dan gaat allemaal water in en zo, en uh, en ja, worden ze dan niet meegezogen of zo soms? Of gewoon bij de normale walvis of zo? Ik vind ik best vervalend eigenlijk. deel die Chris gaat de jong oké, okay, dat is allemaal heel leuk en aardig. Reus luid, net een jong gebaat, oh mijn geval, al die, oh my god, al die ballonboeketten. Ja. Oké. Okay. Nou, die laat ik wel staan. Dus even kijken. Uh, ja, oké okay dan. Kijk, die ziet er allemaal wel goed uit. Even kijken, we gaan maar eens wat klachten verhelpen, denk ik. Ik kan een klein oh. uitwerp zo niet bereiken, oké. Okay. Oké okay dan. Ik heb zoveel verzorgers dat ik ze gewoon uh, maar eens laat. Ja. Uh, uh, yeah werken, Zeg maar, en niet gewoon aan in je verblijf laten uh, toewijzen. Dus ja. Mijn bezoekers vinden mijn dieren helemaal geweldig. Oh, wacht! Dat kunnen we bekijken, hè? even kijken. Uh, Waar was het ook alweer? Ja, dat was bij je statistieken of zo niet. Um, oh, Bekendheid van alles. Oké, okay. doelen voor prijzen en uitdagingen. Oké, okay. tevredenheid van bezoekers is heel hoog. Leuke dieren, educatieve habitat dat is heel goed. Tevredenheid van de dieren is heel goed. Aantal dierensoorten is heel goed. Aantal dieren is ook helemaal goed. Nee, de Dieren zijn bijna vol, dus ja. Uh, Uitzendingen in de verenigde natuur is helemaal goed. Uh, dit kan alleen nog beter. Um, Donatiebox 1. Dat is nu 18 maanden en 88 donaties totaal. Ho, 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 ho. 28 uh, of 2900. En dan hebben we gemengde donaties, zijn 32, oké okay. Voor de dodo hebben we 5000 Holy shit man, holy shit, 20.000 alleen voor dat beest Dat is wel heel veel Dan hebben we hier nog kapelstation, oké okay. Ja, dat is ook niks zoveel. Zo'n show. Dat is best wel falen, Want dat is, ja, dat is gewoon heel raar. Misschien kunnen we dat in een uh, uh, ja, ander iets gaan doen. Misschien kan ik er een tutorial van doen of zo. En het lijkt me ook wel leuk om gewoon een, 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 een zeedierentuin uh, te maken. zeg Maar nou, dan gaan we het in de laatste aflevering nog wel even met jullie over hebben. Even kijken. Oké, okay. oh, hier hebben we prijzen en zo. Linkje duizendste bezoeker. Oké, okay. donaties. Oké, okay. prijs voor betreft die soorten. Hoe kun je dat krijgen? Als je twee verschillende berichten die soort of echte berichten die je kun je een decoratieve muur zuilen voor je dierentuin, Oké. Okay. Dit, dit krijg je dan allemaal, zeg maar. Uh, Oké. Okay. Nou, eens even kijken. We maken nu niet echt meer winst. We staan in de min. Dat is niet zo goed. Oké. Okay, donaties gaan ook naar beneden. Bezoekers. Nou, dat is ook helemaal niks meer. Dat gaat ook naar beneden. En uh, bekendheid. Ja, dat is nu heel hoog. Oké. Okay. Dan hebben we hier de entry-prijzen: uh, Januari, februari. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Mm, juist, oké. Okay. Prima, dat boeit ons allemaal niet zo heel veel. Wat mij wel boeit, is dit. Kijk, de, de, de dieren allemaal. Even kijken: een ziek. Is er een ziek? Nee, nee. Dus je kunt ook allemaal zieke dieren krijgen en zo. Nee, er zijn heel veel zwanger. dat zie je ook wel. Even kijken: eentje heeft een beetje dorst en zo. En is een beetje pissig, die schilp had. Even kijken: oh, deze is uh, drachtig. Ja. Oh nee, ze zijn niet veel drachtig. Oké, okay, dat weten we dat ook weer. Ik dacht, wat de fuck, wat zijn er veel drachtig? Oh, bezoekers hier, kijk. Uh, dan kun je allemaal zien. Hier, sushi is mijn lievelingseten. Bla bla. Hier de verzorgers. dinosaurus amusement en zo. De um, kabelbaan, ja. De kiosks. Uh, winst, kijk hier. Winst tot twee. Hier, de souvenirwinkel. Die heeft 8000 euro. Zorg gemaakt. Oh, dat Triceratops 2 gaat een ei leggen. Oh, dat is wel cool om te zien. Even bekijken. Zo. Eh, oké. Oh. Holy shit, dat zijn grote eieren. Kijk, wat we nu doen met je eieren? Oh, oh mijn god, hij glitst hem. Oei. Stamp, 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 stamp. Oeh. Kijk. Oei. Haak ah, me eerder voor. Lol. 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 Maar goed, eens dus even kijken, jongens. Ik denk dat ik het uh, hierbij kan laten van vandaag. Laat even in de comments achter wat voor dier ik hier moet plaatsen. Het mag van alles zijn. Zeg je bijvoorbeeld: een gunnen met 20 muskusassen. Dan doe ik dat daar gewoon alleen voor de fun. Ik ga het blijft wel weer weghalen. Of ik ga het fatsoenlijk maken. Voor zo'n beest. Maar, eh. Uh... Sorry, jongens. Oh. Maar goed, ik ga dus zeg maar uh, uh, hier iets mee doen. Wat jullie willen zeggen jullie maak hier een. een, 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 een weet ik veel. Doe je zo'n fossiel opgraaf, Maak hier zo'n fossiel excursie-achtig dingetje. Dan doe ik dat met dat uh, bezoekerscentrum en. Uh, um. Ja, met dat fossiel geneuzel, zeg maar. Dus uh, ja, dan maak ik dat hier. Willen jullie een dier? Dan doe ik dat hier. Het maakt me allemaal niet uit. Het lijkt me wel leuk om gewoon iets van. Uh, ja, met, met, met die fossielen te doen. Willen jullie dat ik het doe met die fossielen? Laat even achter in de comments. Vergeet dat hele idee met die 20 muskels ofzo, man. Want dat, is, nee, dat gaat niet meer worden. Uh, die links kan ik niet bij. Oké. Okay. Dan mogen jullie nog even. Uh, nog iets voor mij doen. Even achterlaten in de comments wat jullie. What the fuck. Wat jullie met Seizoen 2 willen zien. Dus uh, ja, willen jullie bijvoorbeeld zien dat ik een zoo uh, alleen voor uh, ja te maak willen jullie een zoo waarmee ik met uitgestorven diers wat op werk willen jullie een zoo zien met um, uh we, weet, 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 weet ik van wat. Dat het echt heel, heel mooi en zo allemaal wordt. En zo met... Uh, uh, shows en... Uh, een soort van, van, van kinderdiertuin. Kinderboerderij wil ik ook wel doen. Dan uh, moeten we even een kleine dierentuin doen. Dan willen jullie dat ik met de campaign aan de gang ga. Laat het even achter in de comments. En uh, ja, wel dan zie ik jullie later. Dus uh, ja, abonneer en like nog even by the way. En wel dan uh, zie ik jullie later. Dus ja... Later mensen, oh by the way, vergeet me niet te volgen op Twitter Het Shadow Games 23. Heel belangrijk, dus ja, later mensen.